De Stichting Milieuwatch Suriname en de studierichting elektrotechniek van de Anton de Kom Universiteit hebben gisteren een informatieavond gehouden over zonne-energie. Kan de zon het energievraagstuk in de wereld en in het bijzonder in Suriname oplossen? Was de titel van de informatieavond die in het auditorium van het Self-Reliance gebouw is gehouden. De vraag naar andere energiebronnen groeit met de dag en zonne-energie wordt gezien als een goed alternatief. Het voordeel van zonne-energie is dat het schoon en milieuvriendelijk is. Daarnaast is het ook goedkoper. Bovendien raakt de zon nooit op. De informatiesessie werd ingeleid door Anand Kalpu, die gepromoveerd is in elektrotechniek, en Cedric Engel van Cleantech Suriname NV. Wij voeren nu terug naar een fragment van de lezing waarbij Kalpu praat over de solarpanelen. En wat we hier willen bepalen is welke van die panelen werkt het beste onder onze klimaat. En eigenlijk hebben we daar weer gekeken naar de drie typen hier. Dat zijn de vermogen ongeveer. Elke paneel is met een micro-invulter gekoppeld aan het net. Dus je hebt, even terug mag gaan hier. Je ziet hier drie micro-invulteren. Elke paneel is gekoppeld aan het net. En we moeten hier terug aan EBS. Dus dat is en wat is het idee? We willen weten natuurlijk wat is de temperatuur, wat is het effect van de hoge temperatuur op die paneel. En waarom willen we dat weten? Een kindveel paneel heeft dus een temperatuurscoëfficiënt theoretisch van 0,22%, dus een daling van 22% per graad Celsius stijging. Cedric Engel van Cleantech Suriname NV wil meewerken aan een groene economie. Daarom helpt zijn bedrijf de transitie naar duurzame en schone energielevering mogelijk te maken. Een groene economie. Een groene economie is meer dan alleen maar duurzame energie. Natuurlijk gaat het over groen transport. Schoon gebruik maken van de energieproductie. Water moet schoon zijn. De gebouwen moeten geïsoleerd zijn. Waar ik vandaan kom, moet de warmte binnengehouden worden, hier de warmte buiten. Dat maakt volgens mij niet zo heel veel uit. We moeten op een goede manier omgaan met ons met afval. Het bosbouw en boerderijen, voedselproductie, niet genetisch, zo min mogelijk gebruik van gifstoffen. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn al heel veel mogelijkheden misschien. Dit soort groene energie gaat om meer dan alleen maar energie. Het gaat ook om het delen van kennis. Het gaat om allerlei sociale en maatschappelijke vraagstukken. Cedric Engel, een van de inleiders op de informatieavond over zonne-energie. De avond werd afgesloten met een paneldiscussie.